gekozen voor de ECF, deze ECF-bak. We hebben de enige ervaring met speenbakken. Ook met kalveren, vrij grote kalveren opzetten. Die toch met de melkvelden allemaal aan de speen gewend zijn. En voor een stukje arbeidsgemak hebben we gekozen voor deze bakken. Zeg maar. We houden gewoon de kalveren niet in eerlingbosjes, maar doen ze gelijk opstarten aan de speenbak. En 80% die pakt daar gelijk op, gelijk bij binnenkomst al. En dan moet je 1 of 2 dagen moet er eentje meelopen achteraan om ze in goed te zetten. En zoals je dat filmpje kunt zien, werkt het hartstikke mooi. En daarom hebben wij gekozen voor deze Wennemars, die groene bak. En waarom niet voor die oude grijze bak? Nou, deze zijn veel makkelijker schoon te maken. Je hebt de spelende veel makkelijker in. Dat scheelt echt, dat is een wereld van verschil. En die adapter, we hebben er nu een kant op haar gemaakt. En op zich, dat is wel stevig. Dat blijft hangen met die rode haar. Deze bak had je toch wel eens dat die kalver de hele bak met melk en al in het hok moeten doen als ze richting speen leeftijd waren. Maar dan heb je hier geen last meer van, dat zet je dan vast. En deze bak heeft vrijwel geen hoek. Het plastic is op een of andere manier toch glad. Je krijgt de melkfles die er ietsje achterbleven. Je krijgt er veel makkelijker uit. Het is met hoge broekspeutjes speut een keer door en klaar. Dus,